verre inworp. Oh, kans voor Varga. En die miste. Wat een kans. 3 minuten ver. En nu zag ik daar de bal geholpen door de wind. 7 minuten ver. Luik is het best gestart. Lau kan in met de vingertippen. Wassage. Oh, Ernest Reus van een kans weer. En te ver van de voet. Borlo. Bojovic. En die schijnt er met zijn gedachten en zijn voeten niet bij te zijn. François. Wassage. Ja, wel een lop. Nog net de hand van Lau Kanen. Varga op de loer. En die krijgt die bal nog bij Michiels. Goeie voorzet, tweede paal, gemist. Wassage legt terug, François. Lau Kanen, en het is een wonder dat het hier nog altijd 0-0 is. Quaranta. Lange ren van de Luikse aanvoerder. Ja, Ernest weer helemaal vrij. En nog altijd geen doelpunt. We zijn nauwelijks 16 minuten ver. Het is alsof Cercle een vriendschappelijke wedstrijd aan het spelen is. En nu zit hij er wel in. Varga. Heel verdiend. 17e minuut. Dus een nonchalant, ongeconcentreerd, bijna willoos Cercle. Krachtige kopstoot. Varga, Lau Kanen, eindelijk zou ik bijna zeggen geklopt. En verdient 0-1. François. De Luikenaars kunnen wandelen. Kijk naar die solo van François. Het is niet te geloven. Borlo gaat proberen Bojovic te bereiken. Nee, het is Kalusha. Sinalo. Broekhart. Voilà, dat is voetbal. Eerste bal tussen de palen. Eerste halve kans. En 1-1. 27 minuten ver. Schitterend doelpunt. Van Geert Broekhart. Kijk nog maar even. Kalusha. Daar heeft men respect voor. Voor Kalusha. Was voorbij, maar kwam terug. Is opnieuw voorbij. Sinalo. Wel, Cercle beginnen toch beter te spelen. Broekhart. Ja, ja, Kalusha is daar. Kalusha kan hij binnenhalen. Nee, Kei haalt hem nog weg. De gevaarlijkste Brugse speler, Kalusha. Sinalo. Ypermans. Broekhart even vrij. Oh, goede kopstoot van Sanders. 3e minuut, tweede helft. Kalusha. Sanders. Sinalo met een omhaaltje. Ze doen het toch weer, het is niet te geloven. 20 minuten bestaan ze niet, schijnen ze te slapen. En sedert dat doelpunt wordt Luik voortdurend overspeeld. Inworp Kalusha. Sanders verlengt. Een omhaaltje van Sinalo. En 2-1, 7e minuut, tweede helft. Sanders te ver zelfs, mag het nu met de voet doen. Sinalo gaat erg hoog. Broekhart. Met een plaatsbal, prachtzeef van Drouge. Raas opnieuw. De beste verdediger op het veld, maar hij verliest nu de bal. François. Ernest op rechts. François. Oh la la. Luik zeer dicht bij de 2-2. Eerste schoonheidsfoutje van...